Het betere werk komt eraan, zonder de croquicup te onderschatten, maar het is competitietijd, het betere werk, zoals ik al zei. We praten erover met Sven Doest. Eerst even terugblikken en dan vooruitblikken, Sven. Voorbereiding, hoe heb je ze ervaren? Zwaar. Pittig, veel getraind, zwaar getraind, maar goed, we zijn er goed doorgekomen. Ik denk dat we fysisch wel 100% klaar zijn. We hebben weinig blessures, dus dat bemoedigt alleen maar voor de toekomst. Hoe vallen de nieuwe spelers mee? Ja, goed, het zijn natuurlijk heel wat. 13, 14 nieuwe, denk ik. Maar goed, het zijn leuke jongens. Ook wat er leuk is, heel veel die Nederlands praten. Dus dat was makkelijker. Dat is, vorig jaar was dat wat moeilijker met al de Franstalen. Maar goed, leuke jongens passen het goed aan. En moet zeggen, het niveau op training is wel zin de ogen omhoog gegaan. Croquicup gehaald, alleen volgende ronde. Ja, ook knap, hè? Ja, inderdaad. Tegen een ploeg van twee reeks lager moet je gewoon doorgaan. Je hebt daar geen excuus voor en we hebben dat klusje geklaard. De tweede helft hebben we ons wat onnodig moeilijk gemaakt. Maar goed, het belangrijkste was de kwalificatie. En nu kunnen we ontspannen kijken naar de volgende ronde. Maar eerst morgen aan het werk tegen Dessel. Voilà, Dessel, daar gaan we naartoe nu. Ik bedoel, inderdaad, het betere werk zoals ik bij het begin zei. Dessel voor iedereen gekend, hè? Ook eindronde vorig seizoen. Ja, inderdaad, we hebben weinig geheimen voor elkaar. Vorig jaar vier keer tegen elkaar gespeeld. Bij ons nog dezelfde coach, daar nog dezelfde coach. Dus de coaches kennen elkaar door en door. Dus heel weinig geheimen. We weten ons wat er ons te doen staat. Dus we zijn er klaar voor. Enig idee qua versterking daar of is je dat ontgaan? Well, ik heb gezien dat ze Berkou gehaald hebben, die hier nog gespeeld heeft enkele jaren geleden. En die vorig jaar tegen ons wel gescoord toen hij bij Tienen zat. Dus daar hebben ze wel, denk ik, wel een versterking bij gehad. Maar voort zijn het de meestal dezelfde namen van vorig seizoen. Dus ik denk dat ze qua niveau wel dezelfde ploeg zijn dan vorig jaar. Maar goed, niet onderschatten natuurlijk. Want ze hebben toch heel lang aan kop gestaan en de eindronde gespeeld. Dus een te ducht een tegenstander worden. Een belangrijke zin die altijd terugkomt, competitiestart, je mag die dus niet missen. Nee, zeker niet. We hebben het vorig jaar bewezen. Onze start eigenlijk volledig gemist en dan zie je hoe het eraan toe kan gaan. Dus dit jaar willen we zeker mee zijn vanaf het begin en gewoon de heenronde en terugronde zoveel mogelijk punten pakken en gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Succes, we kijken er naar uit. Ik ook, dank u wel.